wil jullie even mijn overwinterde paprika's laten zien. Vorig jaar had ik 2 paprika planten overwinterd en ze zagen er zo uit. Toen kreeg ik te horen van, oh nee, dat komt helemaal niet goed met je paprika. Zo overwinter je het toch niet. Dus ik wil toch even laten zien dat het toch goed is gekomen. Van de overwinterde paprika heb ik nu al 1, 2, 3, 4 paprika's staan. Dit tegenover de nieuw gezaaide paprika plant die ik in de maart had gezaaid. Er zitten nu wat bloemetjes aan, maar nog geen paprika planten. Nou, de reden waarom ik dit had gedaan was omdat ik geen kos heb. Dus als je buiten paprika's kweekt, duurt het best wel lang voordat je een rode paprika kan oogsten. Dus ik wil even kijken of ik op deze manier snelle paprika's kon krijgen. De reden waarom je alle bladeren van een paprika plant afhaalt bij het overwinteren is omdat je de plant eigenlijk dwingt om in slaap te gaan. Want de omstandigheden zijn niet goed om te groeien. Er is gewoon niet genoeg zonlicht. En als ik bij mij de paprika plant met bladeren en alles binnenzet, dan krijg ik heel erg veel luizen. Dus je krijgt echt veel eerder paprika's als je een paprika plant overwintert. Dus ik ga het weer doen.